Hoi, vandaag doe ik de pizza challenge en dat betekent dat ik een hele rare pizza ga maken en deze ook ga opeten. Ik heb om jullie hulp gevraagd op Instagram en jullie zijn massaal met super leuke topping suggesties gekomen. En daar heb ik een aantal van uitgekozen, zoals je kunt zien. Dus heel erg bedankt daarvoor. Als jij voortaan ook mee wilt helpen met je suggesties, dan kun je me via Meisje Jamila op Instagram vinden. Dus zorg ervoor dat je me daar ook volgt en dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik weer hulp nodig heb voor een video. Als je benieuwd bent naar deze video, blijf dan lekker kijken en laten we beginnen. We beginnen met de eerste topping en dat is pindakaas. En dat is echt ontzettend veel aangevraagd. We gaan het gewoon doen. Zo. Oh jeetje. Ah, dat is de eerste. Wow. Hey, dat ziet er nog best wel goed uit eigenlijk. Pindakaas en brood. Dat is nog niet zo'n hele rare combinatie. Oké. Nou, ik vind dit wel genoeg voor de eerste laag. Er komen ontzettend veel meer lagen op. Dus door naar de volgende. De volgende topping is yoghurt. Oké, ik gooi er gewoon een beetje op. En dan moeten we het natuurlijk verspreiden. Over de pindakaas. Zo. En nu hebben we knijpbare jam. Peanut butter en jelly is natuurlijk iets wat al bestaat. Maar met yoghurt er doorheen lijkt me toch niet zo lekker. Ik weet niet of dit gaat lukken, jongens. Zo. Ik plat het maar gewoon. Dat ziet er zo vies uit. Het ruikt nu al vies. Dan hebben we marshmallow crème. Marshmallows was een hele populaire keuze. Dus dat moet ik ook toevoegen. Het ruikt wel lekker zoet. En het lijkt een beetje op mozzarella kaas. Ik kan het niet zo heel goed verspreiden, omdat het zo plakkerig is. Deze structuur van de marshmallow crème is zo vies. Heel erg bedankt voor die suggestie, jongens. En dan zuurkool uit blik. Ik vind dat dit wel een beetje op kaas lijkt. Geraspte kaas. Dus ik ga maar gewoon bedenken dat dat het is. Ik vind zuurkool wel lekker, maar niet in combinatie met al die andere dingen. En dan nu een suikerspin. Ik pak een groot stukje uit. En dan leg ik stukjes suikerspin op de pizza. Suiker smelt helemaal op de pizza. Oh god, zo vies. Nou, de rare kleuren op de pizza zien er een beetje uit als schimmel. Maar het is dus suikerspin. De volgende topping is babyfood. En dit is wortels en erwten. Waarom eten baby's dit? Het ruikt helemaal niet lekker. Dit lepelen gewoon. Lijkt op kots. Oké. En dan hebben we hier frietjes. En deze zijn gemaakt van zoete aardappel. Ze zijn bevroren. Dus hopelijk worden ze goed gebakken in de oven. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, het ziet er nog best wel vrolijk en lekker uit eigenlijk. En ik heb wat spaghetti van tevoren gemaakt. Zo. Oh, de pizza was mooi. Maar nu ziet hij er al een stuk lelijker uit door die spaghetti. Nu heb ik Sour Patch Kids en dit is een beetje een combinatie van de suggesties voor gummibeertjes en zure matten. Ik gooi het gewoon over de pizza heen. Het is gewoon een grote snoeppizza. Zo. Nou, dat ziet er wel vrolijk uit zo. Dan heb ik hier mayonaise. Links en rechts. Past wel lekker bij de frietjes. En dan nu wat fruit om de pizza wat gezonder te maken. Aardbeien. Stukjes aardbei. Zo. Je zou toch bijna denken dat die wel lekker zou smaken. En dan nu hebben we M&M's. Alsof de pizza al niet kleurrijk genoeg is. Tot nu toe hebben we nog geen chocola op de pizza. Dus daar komt het dan. Oeh, heel veel blauwe M&M's. Oh. Ik gooi er ook wat augurken doorheen. Zo. En die gooien we hier. Zo. En dan nu Oreo's. Misschien doe ik het zo. Zo. En dan gooi ik dit, hoeps. Zo erop. Hier heb ik nog een halve. Zo. Jullie hebben ook om ontbijtgranen gevraagd. Dus ik dacht, ik gooi de Fruit Loops eroverheen. Niet al te veel eroverheen gooien, want dan vallen ze zo meteen van de pizza af.
Zo. Oh, dat ruikt enorm zoet, die Fruit Loops. En dan wat citroensap om het af te maken. Zo. Over de Oreos. En de Fruit Loops. En dan gaan we door naar het laatste ingrediënt. Als laatste chocoladesaus om het dan helemaal af te maken. Weehee. Lijkt meer op een taart dan een pizza. Oké, we hebben alle ingrediënten toegevoegd aan de pizza. En het ziet er best wel vrolijk uit. Maar ik kan je vertellen dat het echt enorm stinkt. Ik word er helemaal misselijk van. Maar ik moet hem nu toch echt in de oven stoppen. Ik heb er absoluut geen zin in. Wat hebben jullie me aangedaan? Oké, daar gaan we dan. Ik ben echt bang dat alles hier zo meteen gaat exploderen in de oven. Doei. Oké, hier is het dan. Ik ben heel erg bang dat ik ga overgeven, want de geur echt heel, heel erg vies. Zoet, zuur, zout. Ik moet het toch echt gaan proberen. Ah, oh, dat is zo vies, jongens. Oh. Hè? Oh. Ziet er heel erg vies uit. Leg hem eerst even op het bord. Zo. Heel erg vies en bruin. Oh, de aardbei viel eraf. Leg er terug op. Het is gewoon vies om het aan te raken. Het is natuurlijk een beetje jelly-achtig van de oven. Ik durf het niet. Oké. Daar gaan we. Oké. Oh, het ruikt zo vies, jongens. Het gaat echt zo lang gebeuren om deze geur uit huis te krijgen. Heel erg bedankt voor jullie suggesties, maar dat is echt de goorste pizza ooit. Kunnen jullie voor mij, omdat ik deze ontzettend gore pizza heb gegeten, deze video 10.000 duimpjes omhoog geven? Laten we kijken of dit gaat lukken. En de vraag van vandaag is, denk je dat jij sterk genoeg bent om deze hele pizza op te eten? Laat me je antwoord weten in de reacties onder deze video. Vergeet me natuurlijk ook niet te volgen op Instagram. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!